Het Almeloos Mannenkoor vierde zaterdagavond in de Business Lounge van het Heracles Stadion dat het precies een eeuw geleden werd opgericht. 100-jarig bestaan. En dat moet gevierd worden en dat doen we hier in de Almelo Lounge met een officieel gedeelte wat inmiddels net achter de rug is en met alle mannen, partners en wat genodigden. Ik ga dankjewel zeggen tegen het bestuur. Ik ga dankjewel zeggen tegen onze beschermheer, de heer Trine. Ik ga dankjewel zeggen tegen mijn zangersvrienden. En ik ga ook dankjewel zeggen tegen de dames. Voorzitter Bert Sies liet de geschiedenis voorbijgaan, sprak warme dankwoorden en overhandigde het jubileumboek aan Jos Pesi, zoon van Hans Pesi. Hij overleed een half jaar geleden en had een belangrijke rol in de totstandkoming van het boek. Wat zijn de plannen van het Almeloos Mannenkoor voor 2018? Plannen voor het Almeloos Mannenkoor die zijn omvangrijk voor 2018. Want wat u misschien weet of niet weet, het Almeloos Christelijk Mannenkoor, dat zijn onze broeders in de zangkunst, die bestaan dit jaar ook 100 jaar. Dat is in juni. En het voltallig bestuur is hier ook aanwezig. En we hebben elkaar gevonden om in 2018 gezamenlijk twee jubileumconcerten te geven. Eentje is op 21 april in de Grote Kerk. En de andere is op 23 december, een beetje een kerstsfeer, in de Sint-Georgius-Basiliek. Dus dat zijn de plannen voor het jaar. En dat is een omvangrijk programma, want we hebben een symfonieorkest, Cecilia, van oorsprong uit Almelo. We hebben een professionele bariton, Martijn Sanders. En we gaan gezamenlijk een aantal werken opvoeren, maar ook doen we ieder een eigen deel, want we hebben een eigen identiteit. We zitten volop in de voorbereidingen. De voorbereidingen die zijn heel vriendschappelijk, heel spontaan, met heel veel vertrouwen in en naar elkaar, maar met heel veel respect voor elkaars opvattingen. En ik denk zelf dat daar heel iets moois uit gaat komen.